Oké, 5, 4, 3, 2, 1. En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video op Banjo Town. Ik ben de gast die jij hoort hier samen met de enige rechter natuurlijk, Banjo Movies. Ah! Hij is nieuw hier op Banjo Town, deze meneer. Hij komt echt helemaal van zeg maar Banjo Movies af. Dat is zeg maar zijn eigen kanaal. Daar uploadt hij elke week op zondag. Even serieus, deze intro, het hoeft niet eens. Doei, ik ben weg. Het hoeft niet meer. Het leven is over, het is gewoon... Zeg, ja. Jordi, ja. Nu weer terug met op Banjo Town. Heb jij nog van die leuke introotjes, of niet? Wat bedoel je? Zo'n Banjo Town intro. Die? Ja, of is die al geweest inmiddels? Oh, dat weet ik niet. Oh, dames en heren, de Banjo Town intro! Ja! Banjo Town! Oh, Jordi! Ja! Kijk, hier een SM-varkentje in een politievark. Dat is geen SM-varkentje, dat is gewoon politieagent-varken. Dat is geen SM-varken, man. Hey, wacht, ik zou iets SM zijn. Trouwens, laten we even... Waarom heb je een meisjeskin? Oh, ja, dat is omdat ik tegenwoordig probeer jongens te versieren online en habbo-credits te jatten. Ja, die ken ik. Kijk wat ik heb. Kijk, oh, wacht even. Ik kan... Oh, vuurwerk, pas op! Wat? Godverdomme. Oh, kijk. Wacht. Ik zie... Oh. Oh. Tada! Oh, wacht. Ik moet het ook even laten zien. Tada! En wacht, om het helemaal af te maken, om bij die kut-emo's te passen, wacht eventjes. Spannend. Tada! Ik heb mezelf emo gemaakt gisteren. Weet je wat ik het mooiste vind in jouw pakkie? Ja, wat dan? Dat jouw tepels precies erbuiten zitten. Ja, maar alles kan je ze niet laten zien, weet je. Ze moeten er eigenlijk overheen, maar mijn tepels, ja, ik weet niet. Wauw, en kijk ook die man hier naast jou, even serieus. Ja, hij weet het ook niet. Hij weet het ook niet meer, man. Hij weet het ook niet meer nu. Oké. Nou, vandaag dag gaan wij UHC spelen, Bardo. Weet je wat UHC is? Nee. Dat is ultra hardcore. Het staat er ook, zeg maar, heel groot gespeeld erboven misschien. Nou, ik wou daar net wat over zeggen over het ultra hardcore. Dit is een soort Defcon. Defcon? Ultra hardcore! Boom, 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 boom! And his name is John Cena! Pipiriti! Oké, maar vandaag dag spelen wij ultra hardcore. En dat is een hele speciale game mode. Ik ga je spelenderwijs uitleggen wat het inhoudt, maar het komt erop neer. Als je hartjes kwijt bent, krijg je ze niet meer terug. En zodoende spelen we een deathmatch in een survival wereld. Is het idee niet dood te gaan. En span ik daar wel samen met jou? Ja, dat kunnen we. Dit is zelf gemaakt door iemand van mij. Die heeft het helemaal netjes in elkaar gezet. Het werkt volledig. Mhm. Dus, weet je wat, laten we gewoon kijken. Laten we een wereldje uitkiezen. Welk portaal gaan we kiezen? Welke? We moeten wel... Ik zeg deze. Oké, let's go. Erin. Gewoon erin. Loop in de paarse. Ik ben erin. Nice. Oh, we zitten al direct in elkaars team. Nou ja, goed. Oké, iedereen heeft dus een team. Als je op tab drukt, dan zie je de teams. Oh, nice. Ik zit echt bij jou direct, ja. Yes. Wij zijn team zwart. Dus ons team gaat niet werken. Wij zijn de zwarten. Nee, Bardo, snap je hem? Wij zijn zwart, dus ons team gaat niet werken. Ja, ik zie het nog wel. Ja, mooi hè, mooi, ja. Dat was een mooie. Wij zijn allebei van die mannen die weg zijn gelopen bij het gezin, omdat we team zwart zijn. Oké, hoeveel mensen hebben we hier? We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We hebben 15 man. 15 man, er kan nog één iemand bij. Er kan nog één iemand bij, dan zit hij vol. Oké, dan nu het gehele idee is. Wij gaan zo. Ja, we worden straks in de wereld gespand. Ik weet mijn god niet waar je nu bent, eigenlijk. Dat zullen we zo zien. We spannen straks wel naast elkaar. En het gele idee is, dan moeten we gaan survivalen, Bardo. We moeten straks gaan survivalen. Alright. En dan is het idee, zo min mogelijk damage te nemen. Volgens mij, ik zie nu wat land zelfs laden. Ja, wat? Waar? Waar? Oh, we gaan beginnen. Oh jee. Ik hoor een kat. Ja. Waar? Kat vandaan. Dat is het begingeluidje. Snel, Bardo, we moeten niet verdrinken. Klim omhoog, of zwem omhoog. Hier, Bardo, hier. Bardo, achter je. Bardo, hier. Hier was het land. Jordi, yes. Ik zie het land, Bardo. Land. Jordi, vergeet nu even dat stukje van water. Van Jordi, waar ben je? Oh, wacht. Ja. Jordi! Jordi, ik zie je. Bardo, hou me vast. Laat me nooit meer los. Kom maar Never aan, let go. Nee, Jordi. Kom maar Never aan. Let go. Hey, Jordi. Ja, help me. Ik heb help, je vast. Ja. We moeten naar land! Ja! Never let go! Never let go! Ik kan niet meer! De Titanic is gezonken! De geit is gemolken, wat? De geit is gemolken! Oké, dus zoals je kan zien, iedereen is momenteel al bezig met achievements halen en wij zijn hier nog op het midden van de oceaan. Dat vind ik ook wel een achievement hoor. Ja.
Damage is snel enabled. We kunnen elkaar niet slaan, dat is goed. En misschien is je opgevallen. Wij hebben nu allebei twee extra hartjes. Of twee, een extra hartpool. Zie je dat onderaan? Oh ja, leuk. Wat niet leuk is, is dat als jij damage neemt, neem ik ook damage. Als ik damage neem, neem jij damage. Als jij dood gaat, ga ik dood. Dus... Onze zielen zijn verbonden vanaf nu, Bardo. Dus stel dat ik zou zeggen... Ik ga zo meteen lekker in de lava springen en zelfmoord plegen. Dan Bardo, heb ik, dat is dan gebeurd. Heb ik een grijzeling. Want dat, dan neem ik dat ja, mee. Dat is gebeurd. Ik mag eigenlijk niet al te veel erover zeggen. Ja, eigenlijk wel, dat is al gebeurd. Maar hè, het is een beetje een soort van zelfpromotie. Maar ik heb dus een rondje gedaan op mijn eigen kanaal. En ik viel in de lava. Oeh, maar deed je dat ook als een grijzeling? Nee. Want jij bent nu mijn gijzelaar van Jordi, als jij je niet gedraagt, spring ik in de lava. We zijn er wel bijna. Oh mijn god, dit duurde lang. Oké, okay, ja. Ga jij hout halen. Ik ga kijken wat we kunnen vinden hier. Het kan zijn dat we direct spelers tegenkomen, Bardo. Wat we ook doen, we gaan geen spelers tegemoet komen. We gaan gewoon keihard voor ze wegrennen, want dit is wel echt erg vervelend. Maar zijn er ook kisten verborgen of zo? Nee, dit is continu survival. We moeten diamonds minen, zo snel mogelijk. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus dit worden ook meerdere afleveringen op Banyataan? Nee, dit wordt één aflevering die geüpload gaat worden. Oh, dit is een hele grote special! Dit is eigenlijk een hele grote special, mijn vriend. Omdat we terug zijn met Minecraft! Ja, we zijn weer terug met Minecraft. Zodat we meer YouTube geld gaven, ik bedoel, leuk! Leuk, ja, oh ja, zeker. Zeker, mijn beste kerel. Zeker. YouTube monies. Oh, Jordi, ik zie hier, dat ben jij. Ja, dat ben ik. Oké. Wat nodig is... Adriaan! Oké. Volgende keer is wel handig om die skins eens hier te pakken. Wel leuk. Oké. Okay. In ieder geval, ik maak een crafting table. Serieus, even tussendoor. Ja? Jij loopt hier rond in je Bora bikini en ja. Ik loop hier rond als chick. Hoe gay is dit? Ja, we hebben erger gehad, Bart. Dat is het erge. We zijn verder gegaan. We hebben naakt gegamed. Weet je wat ik eigenlijk wil voorstellen? Gewoon bij de 1000 likes gaan we volgende keer zonder shirt. En zonder broek, want dat zien de kijkers toch. Ja, oké. Okay. Oh, gewoon alleen zonder broek. Gewoon eigenlijk 2000 likes zitten we ook zonder onderbroek. Ja. 4000 likes, dan doen we zelfs onze sokken op onze hoofd. Hebben we zulke grote sokken dan? Ja, gewoon dan weten de kijkers ook dat we blote voetjes hebben. Als je die sokken ook in beeld brengt. Oh ja, want ik heb natuurlijk niet twee paar sokken, natuurlijk. Ja, ik was elke dag dezelfde. Dus 4000 sokken hebben ze... Of 4000... We hebben 4000 sokken. Met 4000 stokken, sokken sturen we wat naar Afrika. Het enige wat ik wel echt wil voorstellen eigenlijk, ik weet niet hoe jij erin staat. Zullen we een linkje in de beschrijving zetten naar een gamekanaal wat wel goed is? Zodat stel dat de gamers daar iets leuks willen zien. Wie stel je voor? PewDiePie of zo? Ja, gewoon fucking. Oké, mochten jullie nou nog meer van dit soort shit willen, maar dan goed. Kijk, neem dan vooral een kijkje op dit kanaal hieronder in de beschrijving. Hij is een stuk beter. Een stuk leuker, een stuk grappiger. Upload ook elke dag. Is eigenlijk nog nooit gestopt. Verdient veel meer geld. Is multimiljonair. Toch? Hij draagt wel kleren in Minecraft. En hij is geen randebiel. Abonneer nu. Dat zou ik niet durven zeggen, maar... Well, jij niet, ik wel. Wat? Nee, van PewDiePie bedoel ik. Oh, ja, hij is geen randebiel. Godverdomme. Oké, ik ben aan het mijnen. Ik doe wat, Bardo. We gaan nu mijnen. Dat is het idee. Ik ga de heuvel op. Nee, kom hier! Nee, ik wil geen helft kwijt. Kom op, we gaan nu even. We gaan het goed afhandelen. Kom op, kom maar hier. Nee, één seconde. Kijk één keer vooruit. Kijk even. Oké, is goed. En je weet waar ik zit, hè? Ja, ik weet waar jij zit. Oké, goed. Op een stoel. Hij schudde me zo uit zijn maal. Dames en heren, we hebben het al gezegd, maar PewDiePie staat in de beschrijving. Klik deze video maar weg. Nee, dit wordt toch niks meer. Oké, Ja. Oh, ik zie daar een koe. Bardo, dat is een schaap. Nee, ik zie echt een koe. Je weet zeker? Ja. Moet ik er niet een extra video van maken om te kijken dat het echt zo is? Die had trouwens sick van views van Biotown. Dat was echt... Die stond toen de tijd in de top 10 van Biotown met views. Van mijn koedingen. Ja, nee, dat ik die aflevering had gemaakt van een aflevering in Minecraft waarin dat schaap deed dat zei, maar ik ben een koe. Toen ging jij met Matthias de Beer was dat ook of zo, toch niet? Ja, dat is een tijdje geleden. Ik hoor schapen op mijn achtergrond. Kan dit kloppen?
Ja, dat is hier bij mij. Ja. Hoor ik, ja. Oh, ik zie hier ook pumpkins. Moet ik die pumpkins pakken? Ja, die pumpkins hoor ik dan weer niet, maar ik hoor nog wel steeds schapen. Ja, klopt. Maar moet ik naar de pumpkins toe? Nee, hoeft niet. Kom gewoon alsjeblieft hierheen. Okay. Erg, je wordt straks... Ik ben echt bang dat er straks iemand naar je toe komt en je doodmaakt en dan is het afgelopen. Ik ben echt veel te bang voor, Bardo. Alsjeblieft, kom terug. Kom terug naar huis. Waar ben je... Alsjeblieft, ik ben de grond ingegaan op dat stukje. Ah, alright. Dat stukje. Oké, okay, open F3. Ik ben op 550 en dan min 200. Ik laat nu mijn hoofd zien. Hier, niet vallen, niet vallen, niet vallen. Please niet vallen, dank je. Oké, okay. We gaan mijnen, Bardo. Hier, neem deze houten pickaxe. Ik heb al een pick. Oh, oh, maar geen axe. Oh ja, die heb je wel. Pick ja. En axe. Oh, weet ja, je, daar waar mijn leven is, ik heb juist meer dan genoeg axen. Daar ligt het niet aan. Ja. Hè, iets ja, je hebt altijd twee handen nog. Het leven is kut hoor, Jordi. Ja, ik weet het. Het spijt me, Bardo. Als je mij een geweer gaf, dan weet ik direct wat ik zou doen. Patty Bart neerschieten. Nee, wat zou ik doen? Ik besef me, ik ga die zin niet eens afmaken, want dit gaat niemand leuk vinden. Van, huh, geweer, geweld, nee! Oké, stel je hebt één kogel. En je zou iedereen neer mogen schieten. Met die kogel. Dan, gewoon met die kogel, niet met een wapen, met de kogel. Dus extra pijnlijk, extra pijnlijk. Wie zou je dan neerschieten? Zou ik eerst Will Turner ophalen, zijn bloed op een muntje doen en dan schiet ik Captain Barbossa dood. Waar komt dit? Van welke film is dit? Pirates of the Caribbean, deel 1. Welke? Deel 1? Ja, deel 1 was toch met die schatkist toen in de... Ja, en dan heeft Captain Jack Sparrow één kogel. En echt? Kan ik me niet meer herinneren dit. Dan schiet die Captain Barbossa dood. Terwijl dan Will Turner die bloedmunt loslaat op de goudkist. Maar hij blijft toch leven? Waar ben jij naartoe, Bart? Bart, waar ben je? Ja, ik ben... Oh! The fuck is dit? Oké, ik dacht even dat je mensen... Oké, het gaat goed, hoi. Hoi. Jij fuckt alles op. Ik was wat nou? Aan... Kijk hier! Kijk beneden! Ik zit beneden, bro! PewDiePie! Het is voor jou, Barbro. Oh. Yo, Barbro's, what's up? Welcome back to a new video... Nee, dat klikt niet. Bardiba. Serieus, man. Gaan we nu weer solo? We moeten dit winnen, Bart. Oh, kijk op tap. Iemand gaat dood. Ja! Ja! Ja, we hebben één iemand dood, Bardo. Lekker voor je. Je bent dood. Ik heb gewonnen. Ik ben koning. Koning Harry. Fuck jou. Je bent dood. Dood en verderf. Ik win. Ik ben de beste. Wie is Enzo Knol nu? Ik ben de koning. Zo, je hebt even een lesje gelezen nu. Ik kan niet wachten tot er weer eentje doodgaat. Oh, godverdomme. Godverdomme. Het erg is, we hebben nog steeds geen uien gevonden. Ik vind het echt vreselijk, echt. Oh, ik kan me wel vermaken, ik vind het wel leuk. Oké. Godverdomme. Oké. Weet je, waar ik nu bang voor ben, dat we eerder diamonds gaan vinden dan iron. Waar ben jij mee? Kom terug! Kom, serieus, doe wat. Neem die crafting table mee hier naar beneden. Kom op, schiet op. Ik kom nu al naar beneden, ik heb allemaal pickaxen gemaakt. Hout of steen? Steen. Oké, dat is wel goed. Dat is goed. Zie je, ik heb al een tijdje geen Minecraft gespeeld, maar ik kan het wel. Mag ik er toevallig eentje, die van mij is net kapot gegaan? Dank je. Heb je er twee? Oh, dank je. Okay, oh, ik heb wel wat eten namelijk. Je moet even letten op je foodbar, want als je food naar beneden gaat, krijgen we dus allemaal damage. Wat we niet willen. Oké. Okay. Wat is je food? Nog helemaal vol. Oh, die van mij toevallig ook. Lekker bezig, geen voedsel nodig, lol, doei. Woehoe, voor het eerst. Yeah. Ik kan zeggen. Wat wil je zeggen? Nee, dat ik geen voedsel nodig heb. Dat is voor het eerst in mijn leven dat ik dat ga zeggen. Oh, deze man. Oké, inderdaad, wat jij moet doen is eigenlijk gewoon een beetje... als je nou gewoon één kant op mijnt, zeg maar. En gewoon kijken of je daar een grot kan vinden. Probeer niet naar beneden te vallen in zo'n grot of zo. We moeten namelijk echt even een grotje vinden. Want dit gaat... Want de grot van mijn moeder is al helemaal uitgehold. Dus we moeten nu even een ander vinden. Hallo! Oh. Zegt hij gewoon. Ja, zegt hij gewoon. Alleen is het niet zo dat als ik heb geen toortjes of zo, hè? Ja, dan kan je die toch even... Heb je die nodig? Als jij er een paar hebt, zou het fijn zijn. Ik heb een paar toortjes van jou, hoor. Moet je wel lief zijn. En dan lopen daarboven wel allemaal mensen, trouwens. Wat? Huh? Nee, grapje. Domme. Hier, neem de helft van mijn toortjes, alsjeblieft. Wat een
cutie pie ben jij ook. Komt omdat ik emo ben, man. Komt omdat ik emo ben. Komt het gewoon door. Ik ben zo bang dat we geambushed gaan worden gewoon. Ik ook. Gaat straks... Het erg is als je een kom... Oh, ik heb iron! Wat heb je? Ik heb iron. IJzer. Deze mannen zijn niet te stoppen en redstone. Daarmee kan je helemaal niks. Maar we zijn niet te stoppen. Ja, ik had van dat blauwe daarnet. Oh, dat is goed. Dat is goed. Daarmee kan je een chant als we dat kunnen. Dat kunnen we niet echt, maar... Nou, ik heb maar laten... als we even in tap kijken, we doen het goed, want wij zijn... We hebben nog helemaal geen damage genomen, Bardo. Hé, hey, kijk, iemand in tap nam zojuist damage. Dat kan je nu niet meer terugzien, maar... Oh, weer! Zie je dat? Oh! Als je tap ingedrukt had, kan je het zien. Ik zie het, ja. We horen wel echt bij de topspelers. We horen inderdaad bij de top, Bardo. Holy shit, oma's aan de top. Dat kan je roepen, inderdaad, maar... Je kan ook oma's aan de crack. Ik kan ook BJ crack. Aan de top zeggen. Want... Even niet zo gek met oma's aan de crack. Nee? Mm. Nee. Oh, ik heb een crafty table. Bam, doet die gewoon. Oh. Zo. Ik doe mee. Shots been fired. Oh. Dit is echt erg. Ja, sowieso, weet je wat is voor deze mensen op jouw server ook? Die hebben mij nog nooit gezien op deze server. Nee. Die kennen mij niet. Ik kom één keer langs en ik spam alles onder. En laat wel een duidelijke impressie achter van wie je bent. Ja, echt hè, van oh ja, dit is Bardo, die lul. Oh, je zei Bardo. Oh, dit is Enzo Knol in mijn team. Oh, dit doet maar Enzo Knol, dat is leuker. Ja. Hij is anoniem onder de naam... Ja. Zou wel geniaal zijn als je dan bijvoorbeeld gewoon de naam Enzo Knol had in Minecraft. Als je die kon claimen. Al die kindjes op elke server. Enzo Knol! Dat zou echt geweldig zijn. Dat zou echt geweldig zijn. Wat? The fuck? Oh, wow. Wacht even, hier gebeurt iets bij mij. Dit is niet goed. Hier breekt de pleuris uit. Help mijn leven. Mijn computer loopt vast. Wow. Spam ik jou nu onder, Jordi? Nee, wat de fuck hoor ik op de achtergrond? Ja, mijn browser start opnieuw. Ik heb nu 10 video's die tegelijkertijd afspelen. Help! Ik hou dit niet bij. Sorry. Wat worden we aangevallen? Wat wordt dit? Oh. Ik kwam lava tegen, daar zit je achter. Oh. We zitten bij lava. Zijn de video's opgelost, Bardo? Nee, die beginnen nog steeds. Ruben van der Meer. Ah! Ja, dat ben ik zelf. Teumes. Oh, dit is de wereld draait door. Godverdomme, Bardo. Zoek even weer een strike. Oké, wacht even. Ik zit er... Nee! Shit, nu ben ik mijn andere opnieuw begonnen. Kut. Nee! Kan Bardo eindelijk stoppen met het kijken van de wereld draait door? En is Jordi nog steeds homo? We zien het. Volgende aflevering op natuurlijk.